Oké, dus jij bent bestuurder bij een sportvereniging of bond. Je hebt veel verantwoordelijkheden en bent altijd druk in de weer. Bijvoorbeeld om iedereen met veel plezier te laten sporten. Daarom moet je beleid maken over hoe je een goede sfeer creëert en hoe er met risico's wordt omgegaan. Het begint met het maken van afspraken met de coaches en spelers. Bijvoorbeeld over positief coachen. Waardeer ook je vrijwilligers en zorg dat iedereen zich thuis voelt. Doe dit ook met de tegenstander door ze een warm welkom te geven. Jouw vereniging of bond moet ook financieel veilig zijn. Veel geld kan een verleiding zijn. Maak dus afspraken over wie welk bedrag mag uitgeven en wie dit controleert. Voorkom daarnaast belangenconflicten. Heeft het clubgebouw bijvoorbeeld een lik verf nodig? Vraag dan bij verschillende bedrijven een offerte aan. En dus niet alleen bij het bedrijf van je broer of die van die aardige vent van wie je een cadeau kreeg. Als er een nieuwe coach of bestuurder bij komt, doe dan altijd een achtergrondcheck. En als er wat aan de hand is, luister dan naar beide kanten van het verhaal en ga in gesprek. Zo zorg je dat iedereen met veel plezier kan sporten. Jouw sport. Eerlijk, integer en gezond.